Goed, welkom weer bij een nieuwe video van Forberta. En deze keer gaan we het nog een stapje moeilijker maken, namelijk... We hadden in de vorige video al gekeken naar de veldlijnen om één draad. Maar, stel je nu voor, ik heb een paar draden die naast elkaar zitten. En ik heb hier nu vijf draden getekend. En die vijf draden, die gaan allemaal het scherm in. En met die rechterhandregel... Het is altijd eventjes de grote vraag, laat ik nu een rechter of een linkerhand zien, want schermen en dingen die omdraaien is altijd een hel. Maar, stel, dit is mijn rechterhand. Oké, okay? even voor de zekerheid, dit is voor mij rechts. En als ik die rechterhand heb en ik draai om het draad heen, dan draai ik en dan draai ik dat... Oh, moet ik wel mijn pen pakken. Dan draai ik en dan draait mijn magneetveld er zo omheen. Dat doe ik bij de bovenste, dat doe ik bij de onderste en dat zou ik ook bij de middelste willen doen. Alleen het probleem is, als ik hier een magneetveld omheen ga laten draaien, dit stuk dat geloof ik, dit stuk geloof ik ook, alleen deze veldlijnen die ik maak, die hebben als regel ze mogen nooit. Kruisen. En de enige manier om het op te lossen is door ze allemaal een beetje aan elkaar te gaan linken. Dus ik heb hier nog een veldlijn en dan teken ik deze veldlijn zo. Dan heb ik er hier nog een teken ik hem zo. En dat doe ik met de veldlijnen die daaromheen zitten nog een keer. Dus ik heb er hier weer een die zo draait. Ik heb er hier eentje die de andere kant op draait. Dit is als je met je rechterhand kijkt en alles gaat het papier of het scherm in. Dan kloppen al deze regels. Maar dan kan ik dus zeggen: al deze draadjes samen maken een groter veld dat allemaal een kant op staat. Nu maak ik hem nog een stap moeilijker. Nu ga ik nog vijf draden pakken. En die zet ik hier. En bij deze vijf draden laat ik de stroom expres de andere kant op gaan. Dus dat betekent, ze gaan het papier uit. En dat betekent als ik dus ga draaien en kijken welke kant draait mijn hand op. Voor mij is dit papier uit, voor jullie is het papier in. Het ziet er even hopeloos uit, maar hou je rechterhand maar bij je scherm. En draai mee met dat het in dit geval naar jou toe komt. En kijk welke kant jouw vingers staan. Dan kun je zeggen van hier draai je ze zodat... Eigenlijk al die veldlijnen zo komen te staan. En aan de onderkant hetzelfde. Hier gaat hij omhoog. Hier een tweede veldlijn. Die gaat ook omhoog. En dat kan ik weer voor al die veldlijnen apart doen. En al die lijntjes samen, die maken dat ik een soort structuur krijg. Waarbij de veldlijnen aan de ene kant omhoog en de andere kant omlaag gaan. Er zit een verhaal in deze uitleg. Echt. Ik ga namelijk er nog één naast tekenen. En hier kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, hier willen ze erin. Maar hier is het een beetje krap, dus hier gaan we het zo samenvoegen als we maar kunnen. En aan deze kant, oh, hier is veel meer ruimte. Dat is mooi. Dus we hebben nog een veldlijn die er zo doorheen gaat. Hier doen we hetzelfde. Dit uh, past net, dit past net zo min mogelijk bij anderen in de buurt. En, ah, ruimte, oh. Ruimte. Meer ruimte. En teken ik er nu nog één tussendoor, dan moet ik hier heel veel moeite doen om hem er tussendoor te krijgen. Dus gelukkig heb ik hier meer dan genoeg ruimte, kan ik lekker uitschieten. En teken ik er hier nog één die er hier doorheen gaat. Nou, dan doe ik helemaal moeite. Nu gaan jullie ook zien dat ik niet perfect kan tekenen. Maar hier hebben we weer meer dan genoeg ruimte. En oe, daar gingen ze bijna tegen elkaar aan. Gelukkig net niet. Maar. Nu heb ik door aan de ene kant lijnen papier in te laten gaan of het scherm in te laten gaan, aan de andere kant het scherm uit te laten gaan, heb ik gecreëerd dat ik hier een gebied heb waar heel veel veldlijnen heel dicht bij elkaar komen. En dan noem ik dit een Noordpool. En op dezelfde manier ga ik zeggen: hier komen ze allemaal heel krap bij elkaar. Maar ze gaan er wel allemaal in. Hier noem ik het een Zuidpool. Nu denk je van: Huh, Noordpool, Zuidpool. Maar ik had toch alleen maar draadjes die die kant op gingen en die kant. Ja, en nu gaan we ook de draden dwars steken. Dus stel van dit draad: maak ik een draadje en die gaat hier naartoe. En dan van deze gaat hij stiekem via de achterkant hier naartoe. Via deze kant gaat hij hier naartoe. Enzovoort, enzovoort. En ik ga ze allemaal met elkaar verbinden. Weer verstopt aan de achterkant. En nou ja, hier houdt het even op. En hier had ik nog eentje die verdacht verstopt langs de achterkant gaat. Dan krijg ik iets dat er in de praktijk... Zo uitziet en misschien hebben jullie deze al een keertje voorbij zien komen. Maar wat ik hier heb getekend is een spoel. En hiermee kan ik verklaren waarom een spoel een magneetveld heeft. Ik hoop dat die wat duidelijker is geworden. Dit is trouwens wel een stukje verdieping voor VWO. Dit is niet wat ik verwacht dat iedereen kan volgen. Staat ook gelukkig in de titel van de video. Maar mocht je nu denken van, ah, help, dit is eng. Ja, dan had je misschien even moeten kijken of dit niet een verdiepingsstofopdracht was. Goed, bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende, die over een paar seconden gaat starten als ik aan het opnemen ben.